Bij het RIVM wordt gebruik gemaakt van een laboratorium om ziektes te bestrijden, het milieu in de gaten te houden en giftige stoffen te onderzoeken. Maar hoe krijg je die kennis uit het lab en in de samenleving? Door gebruik te maken van de mobiele spectrometer. Deze meter maakt een infraroodscan van een substantie en vergelijkt deze met een database die wordt onderhouden door het RIVM. Is er een match, dan kan er meteen afgelezen worden welke stof het is. Is de stof nog niet bekend, dan gaat er een monster naar het lab voor onderzoek. Vervolgens komt deze informatie in de database, zodat er in de toekomst direct op locatie informatie beschikbaar is. Met de mobiele spectrometer kunnen hulpverleners en onderzoekers snel bepalen wat de risico's zijn. Ook wordt er samengewerkt met het Trimbos Instituut om bekende of nieuwe gevaarlijke drugs te herkennen. En met de Inspectie voor de Gezondheidszorg om kwaliteitschecks op geneesmiddelen uit te voeren. Door de mobiele spectrometer kan sneller, goedkoper en efficiënter gewerkt worden.